we zijn dus gisteren al aangekomen met een mooie boerenprotest. En vandaag mooi de boer-burger ontbijt. Nou, we willen ook ons product natuurlijk aanbieden, want uit Nederland, natuurlijk de Nederlandse producten, ja, dat is niet mooier als uit de Nederlandse tak. En ook gewoon een beetje van de mensen van Den Haag, hè. Gisteren een beetje overlast gehad, dus we willen ons nu ook natuurlijk even zeggen, wij kunnen ook leuke dingen acten. En het uitzicht is ook goed met de Binnenhof hier op de achtergrond? Ja. Verwacht u dat vandaag en gisteren ook echt zoden aan de dijk gaat zetten voor boeren qua verandering van regelgeving? Nou, ik hoop het van harte. Er is wel roering, de mensen praten erover en dat vind ik al heel belangrijk. Ook van de producten in de supermarkt, ook bij ons. Dan denk ik van, nou kijken we, waar komt het vlees vandaan? Oh jee, als je dan ziet, toch heel veel vlees uit het buitenland. En we willen eigenlijk toch zorgen dat de mensen gewoon het Nederlandse product kopen. Zo belangrijk. Waarom stond u gisteren niet op het podium, Jaco? Nou, wij waren niet uitgenodigd. Op hetzelfde moment vond ook een ronde tafel plaats over stikstof. En daar ben ik bij aanwezig geweest. En die liep ook nog behoorlijk wat uit, omdat we er een stemming tussendoor hadden. En nu bent u hier bij het Boer-Burger ontbijt. Wat vindt u ervan als u aan het rondkijken bent? Ja, ik vind het een heel mooi idee. Ik zie ook heel veel burgers die hier op de fiets voorbij komen, stoppen. En ga meedoen. En ik vind het een prachtig idee wat ze hier hebben neergezet, die boeren. En als u terugkijkt op gisteren, wat vond u daarvan? Ja, ik heb er een heel stuk niet van meegekregen. Dat is een beetje als buitenstaander, omdat ik hier in de Kamer mijn werk als parlementariër aan het doen was. Maar ik denk dat al met al het heel goed verlopen is. En kijken wat vervolg wordt. Gisteren werd op het podium ook gezegd, Misha, vlak voordat Thierry Baudet en Geert Wilders een praatje gingen doen, dat ze, zei die meneer van, nou, dat zijn mooie praatjes in principe die ze hebben, maar wanneer gaat er nou echt iets gebeuren in het kabinet? Wanneer gaat er echt iets gebeuren in het kabinet? Nou, we hebben vanavond een debat over stikstof, maar ik denk dat de komende weken ook besteed zullen gaan worden om het goed uit te werken, ook samen met de sector. Dat is in ieder geval mijn inzet en ik zal vanavond ook een aantal punten meedelen. Bijvoorbeeld als bedrijven worden opgekocht, vind ik dat die grond die vrijkomt weer ingezet moet worden voor de boeren daaromheen. En dat het niet beschikbaar gesteld wordt aan natuurorganisaties. U bent hier shawarma aan het bakken. Waarom bent u hier aanwezig? Waarom doet u dit? Nou ja, het is wel een dingetje over de hele toekomst. Dat is ook voor mij wel een beetje een dingetje. En dan wil ik wel hier de acties mee steunen. Ja, wat gaat de toekomst brengen? Ik wil ook wel zekerheid hebben. En dat vind ik wel, wel belangrijk. Ja, ik wil de boeren een hart onder de riem steken. Ik vind dat ze heel goed hebben gedaan gisteren. Ze hebben zich keurig gedragen. Hele mooie protestactie. En het is ook gewoon broodnodig dat Nederland ook ziet dat de boeren gewoon op dit moment in nood zijn en dat ze ook voor zichzelf opkomen. Dus dat vind ik hartstikke goed. En waarom zijn die boeren in nood? Nou, nu met de stikstofregels en ook met andere regels. Er komen zoveel regels in Nederland en dat hebben die boeren gewoon niet verdiend. En de boeren die willen best wel wat doen, maar dan moeten we ook allemaal wat doen. We zullen dat met z'n allen moeten oplossen, dat probleem. En dan willen de boeren ook absoluut wat aan doen. En die hebben ook al heel veel gedaan. En daar is gewoon toch wat weinig aandacht voor in de politiek. En hoe kijkt u nou terug op gisteren? Nou, ik vond het een hele mooie dag. Ik vind het gewoon ontroerend en indrukwekkend om te zien, om al die trekkers te zien, om al die boeren te zien. En dat ze zich zo voorbeeldig hebben gedragen. En dat ze ook zo die verbinding wordt gezocht met de burger. En als je dan ziet hoe de politiek daarop reageert, dan ben ik daar wel een beetje teleurgesteld in de politiek. Nou, omdat de minister niet komt opdagen, dat vind ik wel een gemiste kans. Ik vind wel, als je in het openbaar bestuur zit, en als er dan zoveel mensen komen, of er dan boeren zijn of burgers of arbeiders, dat maakt mij niet uit. Er komen zoveel mensen, dan vind ik ook dat je dan je gezicht moet laten zien. Neemt u dat haar kwalijk, de minister? Nou, dat vind ik wel een minpuntje, zeg maar. Ja, ja. En de politie die er wel waren, hebben zij iets gezegd dat van meerwaarde is? Of was het meer semot, semot? Ja, nou goed, kijk. Die politici die hebben wel dingen gezegd die van meerwaarde zijn. Maar goed, het past hun natuurlijk ook wel goed. Maar het past ook bij hun standpunt. Dus het is ook logisch dat ze dat zeg maar gezegd hebben. Maar ik ben wel blij dat er nu wel meer aandacht is voor deze zaak.
En ik ben ook blij en ik hoop ook dat er dan ook wat evenwichtiger naar deze zaak wordt gekeken. Bent u ook gisteren met de trekker gekomen? Nee, maar ik ben afgelopen maandag wel in Zwolle geweest met de trekker. En ook daar protest ondersteund, zeg maar, ook met de boeren bij ons uit de buurt zijn we allemaal gezamenlijk daar naartoe gegaan. Schouder aan schouder. We hebben onze zaak toegelicht. We hebben het daar heel netjes gehouden. En nou, dus dat is heel goed verlopen. En de provincie overstag uiteindelijk? De provincie is overstag gegaan en daar zijn we ook heel blij mee. Maar wij denken ook dat die brief die er ligt van de provincies, dat het juridisch ook niet kan. Ze zijn overstag gegaan, maar wij denken ook niet dat juridisch houdbaar was gebleken. En er zijn dus heel veel protesten geweest in de afgelopen 2-3 weken. Vanaf 1 oktober is het bijna protest aan protest dreigen. Ja. Bent u nu bang dat de sympathie van de burger gaat wegappen op deze manier? Nou, op dit moment hebben we de sympathie van de burger nog. En de manier waarop wij het doen, zeg maar, of waarop het wordt gedaan, is gewoon zo goed dat we denk die sympathie van de burger ook wel bewaren. En ik denk ook dat heel veel burgers ook hetzelfde gevoel hebben. Dat die wel voelen hoe zeg maar de boer in nood zit. Dat die best wel weten van hoe dat in elkaar zit. Dus en dat is ook heel belangrijk voor de sympathie. En als er nou nog 10 keer geprotesteerd wordt, want Wilders en Baudet zeggen van blijf komen. Hoe staat u daarin? Als ze volgende week weer zouden staan, in de week erop weer, in de week daarop weer? Ja, nou goed, zolang als de protesten gewoon netjes gebeuren en als je je zaken wil benadrukken. Ja, ik denk niet dat je het misschien al te vaak moet doen, maar je moet wel blijven komen. Je moet wel vasthouden. En dit was ook volgens mij absoluut niet de laatste keer. En dat gevoel heb ik absoluut niet. Grote opkomst. We wisten van tevoren niet wat we konden verwachten. En we hadden ontzettend veel eten aangeboden gekregen via sponsoren. En ook nou, super dat ze het allemaal hebben geregeld. En nou ja, we hebben de burgers uitgenodigd om wel te komen ontbijten. Maar ja, boeren zorgen voor eten. En hoeveel mensen zijn hier nou ongeveer als je een schatting zou moeten maken? Ik denk een paar honderd, 600, 700 man. Is dat meer of minder dan verwacht? Tweets heb ik uitgedaan, of in Facebook heb ik oproepen gedaan. Dus ik denk, nou, het loopt aardig door hier. Dus ik denk dat ze wel een beetje aan onze verwachtingen voldoet. Als u de actie van gisteren en ook nog een stukje vandaag naast 1 oktober gaat leggen, bijvoorbeeld qua opkomst of qua sprekers, hoe zou u die twee met elkaar vergelijken? Maar de opkomst was natuurlijk nog groter dan na 1 oktober. Dat is ook naar aanleiding geweest van Corolla Schouten. Dat ze gelijk het ultimatum eigenaarschap neer heeft gelegd. En, dat heeft maar 3 dagen geduurd volgens mij. Ja, volgens mij 2 dagen zat er tussen. Ja. En ze begonnen dus ook een beetje te rommelen op de provinciehuizen. En waren boeren toch echt wel heel erg ontstemd over hoe het een en ander ging. En vandaar massale opkomst. Bijvoorbeeld de sprekers die hier gisteren stonden. Een collega van u, Misha, gaf al aan van nou, er wordt allemaal leuk gekletst door Den Haag. Maar er gebeurt gewoon niks. Maar wat vond u van de sprekers gisteren? Ja, ik vond de sprekers wel duidelijk in hun verhaal. De politiek zal nu echt wel een keer met de antwoord moeten komen. Want anders zijn we toch genoodzaakt om nog misschien eens hardere acties neer te gaan zetten. En heeft FDF daar al plannen voor? En waar we dan aan moeten denken? Nou, ik denk dat we eerst eens even een weekje rustig aan doen. We zijn natuurlijk al 4 weken non-stop in touw. En thuis moet ook het een en ander gebeuren en we gaan ons er nog beraden op verder stappen. Wat is er trouwens spullen in die we nog nodig zijn? Daarom is het nodig. Nou, we staan hier bij het ontbijt. Welk gevoel overheerst er bij u? Nou, vanmorgen een geweldig gevoel. Gevoel dat boeren hier op een mooie manier sympathie wekken. Want veel inwoners van Den Haag komen langs. Maken een praatje, dus wat dat betreft kunnen de boeren hun ambassadeursrol heel goed vervullen. Had u zo'n opkomst verwacht van tevoren? Ik had echt geen idee wat ik moest verwachten. Ik was al blij dat ze bij de Hofvijver stonden, want ik dacht als ze dit op de Malieveld gaan doen, dan ja, dat is te ver buiten het centrum en dan komt er waarschijnlijk geen hond. Maar nu is het centraal gelegen en komen er ook veel mensen op af. En hoe kijkt u terug op gisteren? Gisteren was weer, net als 2 weken geleden, een dag waarin in ieder geval boeren van Nederland lieten zien waar ze voor staan. En dat hebben ze op een hele mooie manier gedaan. En dat geeft de verbondenheid tussen boeren, die wordt alleen maar groter door. En ook de verbinding tussen de boeren en burgers, die wordt ook alleen maar beter. Als je dit namelijk op een nette manier doet, en het is op een nette manier gedaan, dan is dat positief naar iedereen toe. Bijvoorbeeld, u doet waarschijnlijk ook een beetje op hoe in Groningen het een en ander is gelopen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat zijn van incidenten die voorkomen hadden kunnen worden. Ook vanuit de bestuurlijke rol. Ik denk dat als je bestuurder bent, dan ga je gewoon met de boeren in gesprek. En dan laat je de mensen niet van 2 tot 4:30 wachten tot je op een gegeven moment naar buiten komt om te zeggen dat je
de plannen niet wil opschorten. Die hadden gewoon vanaf het eerste uur het gesprek moeten aangaan met de boeren. En dan was dit ook niet gebeurd, denk ik. Maar neem niet weg dat het niet had mogen gebeuren. En wat er gisteren ook nog op het podium werd gezegd, onder andere door Misha van de FDF, was dat de politiek, ja, die praat wel mooi, maar uiteindelijk gebeurt er vrij weinig waar de boeren echt iets mee kan. Wanneer gaat er iets gebeuren voor de boeren qua regelgeving? Ja, nou, laten we in ieder geval vooropstellen, dit natuurlijk dat alle boeren hier bij hem één zijn, heeft niet alleen te maken met politieke uitspraken. Heeft met name ook te maken met de uitspraak van de Raad van State. Dus het is een juridisch iets en dat moet... Wat we ook doen, we willen hier heel veel mooie dingen doen, hier in Den Haag, hier op het Binnenhof. Maar het moet wel juridisch houdbaar zijn. En dat is onze grote worsteling. We willen graag ook die drempelwaarde verhogen naar het niveau van Duitsland en België. Maar als je dan ziet dat het niet juridisch houdbaar is, dan zitten wij ook als politici soms met de handen in het haar. Want je moet wel iets doen wat inderdaad volhoudbaar is. En dit is zijn protest op protest geweest de afgelopen weken, vanaf 1 oktober, dus provinciehuis en nou vandaag weer hier. Bent u niet bang dat sympathie van de burger op een gegeven moment verdwijnt? Nou ja, als het op de manier zoals vanmorgen gebeurt, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Maar ik kan me wel voorstellen van degenen die hier aanwezig zijn van de boeren, dat ze zeggen van ja, we zijn twee keer naar Den Haag getogen of waar dan ook naartoe. Het wordt op een gegeven moment, dan gaan we wel op een andere manier actie voeren. Het zou jammer zijn, maar laten we hopen dat we vanmiddag hier... Tijdens het debat dat er goede besluiten worden genomen waarmee ook de agrarische sector van Nederland weer uit de voeten kan voorlopig. En dat is het uitgangspunt van het debat. En ik hoop echt dat daarmee ook de rust weer terugkomt. Want daar heeft iedereen nu behoefte aan. En iedereen wil perspectief hebben voor zijn bedrijf. En wij moeten dat bieden als politici zijn. Wat zou je nog willen zeggen tegen uw achterban? Nou, mijn achterban zou ik willen zeggen van ja, ik ben met heel veel voorkeurstemmen in de Kamer gekomen. En ik vind dat ik onvoldoende... ook de mogelijkheid krijg om mijn zegje te doen, omdat ik natuurlijk niet de eerste woordvoerder ben in de Kamer. Maar ook gisteren tijdens de demonstratie, dan staan daar notabene drie woordvoerders van politieke partijen, van de oppositiepartijen. Ik had dolgraag zelf ook even het podium geklommen om te zeggen wat ik ervan vond en welke oplossingen we zien. Maar daar word je niet eens voor gevraagd. En dan ben je notabene de enige boer in de Kamer en ik krijg niet eens de gelegenheid om op je eigen, hè, tussen je eigen collega's te staan om te zeggen van hoe het eigenlijk zou moeten. En wat vindt u daarvan? Ja, dat is jammer natuurlijk. Ik voel me behoorlijk geïsoleerd. Ik ben niet voor niks in de Kamer gegaan. Je wilt het beste voor de agrarische sector doen. En als je die gelegenheid niet krijgt of niet geboden wordt, ja, dan is dat frustrerend natuurlijk. Daarvoor zit ik niet in de Kamer. Dan had ik net zo goed op de eigen boerderij kunnen blijven in Dals en de dingen doen die ik nu ook wel doe in het weekend. Maar dan is het hier in Den Haag verspeelde tijd als dat niet kan. Dus, nog één afsluitende vraag. Ik heb gisteren een paar boeren gesproken en die beginnen inderdaad een beetje een soort van demonstratie moeten te worden. Ze zijn er drie keer op touw geweest. Maar gisteren wordt dus ook gezegd dat boeren moeten blijven komen. Hoe staat u daarin? Want dat is natuurlijk een spanningsveld. Ja, nou ja, zoals gezegd, vanmiddag moeten er gewoon ook spijkers met koppen geslagen worden en moet er meer duidelijkheid worden geboden. Want als ze ook na dit debat weer te veel onduidelijkheden blijven bestaan, dan kan ik me voorstellen dat boeren zeggen, nou dan gaan we nog maar een keer weer naar Den Haag. En dan denk ik niet dat iedereen in staat is om het op een prettige manier te laten verlopen. Dus die angst zit er wel een beetje in en dat willen we gewoon niet. Wij zijn nu aan zet, de politiek, en we hebben alle signalen gehoord. En laten we vanmiddag inderdaad met constructieve oplossingen komen. Ja.